Oh, de bakker is dicht. We willen nog een fly halen, maar de bakker is dicht. Nou, dames en heren, daar zijn we weer. Een heerlijke nieuwe vlog, want we gaan nog eens een paar dagen weg. Dus ik dacht, kom, we maken er gewoon een leuke vlog van. Nou, vandaag is het zaterdag. En vandaag gaan we nog niet weg. Nee, zeker niet. Nee, maar morgen wel. En waar gaan we heen? Nou, het zal een grote verrassing voor u zijn. Naar Maastricht, jawel, naar Ulisstraat om precies te zijn. Zijn we wel eens een keertje eerder geweest. Maar we gaan nu naar een andere Airbnb. Jawel. Dus het wordt dat wordt een hele grote, leuke, lieve verrassing. En, Pepti, hier loopt even voorbij. Maar voor de rest wordt het gewoon allemaal weer hetzelfde verhaal. Ja, we gaan François en Suzanne waarschijnlijk wel zien. Al zijn die nu nog hartstikke ziek van de carnaval. Maar wie weet zijn ze straks beter. Dan kunnen we gezellig doen. En zo niet, nou ja, dan niet. Dan gaan we andere dingen doen. Ik dacht misschien leuk een dagje naar Sittard of zo. Ja, maar goed. We zijn maar 3 dagen in Limburg. In Ulestraat, in Maastricht. Dus ja, we kunnen ook niet alles doen natuurlijk. Maar wel een heleboel. Jawel. En ik hou u daarvan op de hoogte. Hartstikke leuk. Ja, dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen. Dat we een nieuwe tuin hebben. Nou ja, hij is leuk opgeknapt met een nieuwe schutting. En hartstikke leuk. Gras. Enig is het. Nou, dat wilde ik jullie toch ook nog even meegeven. Ik loop nu voor het eerst op het gras. Het is een ervaring. Kijk eens, wat ruimte. Hartstikke leuk. Ik praat een beetje zachtjes, want bij de bureau staat de deur open en ik voel me een beetje vergeten staan zo. Maar dat geeft helemaal niks. Een nieuwe tuin, wat willen mensen nog meer? Helemaal niets. Nou, mijn koffie staat klaar. En die van Dennisje? Nog niet. Nee, die van Dennisje nog niet. Maar goed, we hebben nog best wel even de tijd. Nog een 3 kwartier voordat we willen vertrekken. Dus ik ga even met kleine Bepsen lopen. En dan gaat Dennis alles klaarmaken. Zichzelf lekker zouden maken. En heerlijk zijn koffie inpakken. En waar gaan we dan naartoe? Naar Zuid-Limburg. Naar Zuid-Limburg, naar Oederstrassen. En dan gaan we eerst eventjes gezellig langs bij ons welgeliefde... Maastricht. Nou, wat een heerlijkheid. Het regent. En op zich ook best wel hard. En ik heb net even op de buienradar gekeken. Nou, niet dat die nou zo betrouwbaar is. Maar goed, het gaat gewoon de hele dag regenen. Ja, nou, wat kan ons het schelen? Nou, heel veel. Want van de hele dag regen, nou, dat doet mijn gemoedstoestand niet heel veel goed. Nee. Maar goed, we maken er maar het beste van. Hè? Beb, denk ik, kan mij nou eigenlijk schelen? Loop godverdomme door. Gaan we doen, Beb. Kom. We maken er maar het beste van, hè. We gaan gewoon straks lekker heerlijk lunchen of zo. En lekker wijntje drinken of een biertje of iets. De regen kan dat niet stoppen. Nee hoor, zeker niet. Het wordt een hartstikke leuke paar dagen. Ja, nou, regen of geen regen. Soms vragen mensen ons wel eens, waarom wonen jullie eigenlijk in Zoetermeer? Dat is toch Zoetermeer? Maar goed, we wonen midden in de stad, midden in de Randstad. En kijk nou eens, hartstikke leuk natuur, parkgebiedje, waar we heerlijk met Pep kunnen lopen. Nou, waar heb je dat? Ik zou zeggen, bijna nergens. Nee, daarom, Zoetermeer is zo minder nog niet. Nee hoor, hè Pep? Ja, nu is het zo in de regen natuurlijk iets minder gezellig. Dat snap ik zelf natuurlijk ook wel. Maar in de zomer of in het voorjaar als de zon heerlijk schijnt. Nou, dan zit je hier hartstikke goed. Jawel. We zijn inmiddels in Maastricht beland. We hebben een heerlijk lunch besteld. Zeker. En die gaan we straks heerlijk oppeuzelen. Jawel. Heerlijk. Ik heb een hamburger. En meneertje heeft een... Wat had jij nou? Omelet kaas. Oh, wat heerlijk nou. Moet je even wachten, maar denk ik wel. Ik hoop het maar. Nou, je zult het haast niet geloven. Maar het ene moment horen we dat François en Suus echt nog te ziek zijn om af te spreken wat heel jammer is. En het volgende moment
kijk ik op en zie ik gewoon hele goede vrienden van ons staan. Die zijn ook een weekendje in Maastricht. Nou, het kan niet gekker worden. We waren zo perplexed dat we niet eens bewijsmateriaal hebben geleverd in deze vlog. Maar dat komt morgen, want we gaan morgen met z'n vieren lekker uit eten in Valkenburg. Valkenburg aan de Maas. Aan de Gul. Aan de Gul. Hartstikke leuk. Maar voor nu zijn we op weg eindelijk naar Ullestraten. Want daar is onze B&B'tje. En we hebben net heerlijk geluncht. En dus ook heerlijk gezelschap gehad. En dat is altijd leuk. Hartstikke leuk. Morgen, wat gaan we morgen doen? Naar Trier? Waarschijnlijk naar Aken of naar Trier of naar Sittard. Maar we gaan het even bekijken. Hangt van het weer af. Zeker. Nou, u ziet het. U ziet het vanzelf. Blijf gewoon lekker kijken. We zijn bij de B&B beland. Het is een appartement. Nou, appartement. Ja, het is een appartement. Het is gewoon een soort huisje. Hartstikke leuk. Ik denk dat het vroeger gewoon bij het huis hoorde. En nu hebben ze het een soort van afgestoten, zodat mensen het kunnen huren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dit is de hal. Dit is een beetje gek, maar goed. En wc zit hier. Het is altijd handig. Daar, daar. Ja, dat is fijn. Dan kom je in de main. In het appartement, in de main room, in de main space. En dat is hartstikke leuk, hè, Beb? Ja, met zijn hartstikke leuk, mooie grote keuken. En een mooie grote eettafel. Een heerlijke zithoek. En de tv staat alweer aan, zoals u kunt zien. Nou, Beb vindt het ook fantastisch. Heeft het hartstikke naar de zin. We komen hier in de hal. Met een grote slaapkamer. En een leuk toilet. Toilet, badkamer helemaal. Met bad en een douche. En een hele ruimte met uit. Kijk, en dan hier is de deur naar het andere appartement. En die zit op slot. En die deur daar zit ook op slot. En hier op de kast staat privé. Dus wij denken dat hier af en toe ook familie logeert. Maar als die er niet zijn, dan vuurt het gewoon een Jan en Walleman. En dat zijn wij dit keer. Hartstikke leuk. Nou, ik zou zeggen, wij gaan hier heerlijk genieten. Jawel. Onze lieve vrouw van Lourdes bidt voor ons. Jawel. En ook op deze mooie maandag. Hè? Zeker. We gaan een heel klein stukje lopen met Beb. En dan gaan we de auto in, want waar gaan we dan naartoe? Naar Aken. Naar Aken. En dan krijgt ze natuurlijk weer heel mooi overzicht van mij. Jawel, want dan sta ik inmiddels hartstikke onbekend. Nou, dat is niet helemaal waar, maar toch. We zijn inmiddels in Aken aangekomen. En we hebben een wandeltocht door Aken. Nou, en dat is natuurlijk een heel mooi moment om te beginnen aan het overzichtje. Ja, ook Kennisje is heel erg blij mee. En hebben we nog iemand? Hallo? Nou, hoe ziet het? Gezelligheid alom. Hier volgt het overzicht van Aken. Jawel, geniet ervan. Ja, en ik hoor je al denken, Aken, dat komt me bekend voor. Hè? Dat klopt. In vlog 175 waren we er ook al. Ja, nou. Kunt u misschien even leuk terugkijken als u daar zin in heeft. Zo niet, dan toch? Jawel, maar niet thuis. Is goed, dat ben ik. Maar we gaan eerst even door Meersen heen, want we hebben deo nodig, want we stinken een beetje onder ons okseltje vandaan. Jawel. Maar goed, dat geeft helemaal niks, want we gaan deo halen en dat gaan we heerlijk opsmeren. En daarna gaan we even lekker uitrusten. En daarna gaan we naar de
Valkenburg. Want daar gaan we eten met heerlijke vrienden die we gisteren zijn tegengekomen in Maastricht. Jawel. Ik hoop daarom dat u genoten heeft van het overzicht van Aken. En want ik heb vreselijk mijn best gedaan. En misschien denkt u wel, ik ga er ook een keer naartoe. Nou, dan is mijn mission completed. Nou, we hebben weer fris de deodorant op hoor. Jawel, dus we kunnen gaan naar Valkenburg. Jawel. En we zijn in Valkenburg. Jawel, zo zie je maar. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Die loopt wel een groot rondje. Met allebei? Met allebei. Ja. En s'avonds, nee, dus vlak voordat we gaan eten, dan niet zo nog een keer. En dan moet ik nog een keer wat even schoonlijk wassen. En dan is het alweer de laatste dag van onze mini-vakantie in Zuid-Limburg, jawel. En waren we gisteren heerlijk in Aken en Valkenburg. Vandaag gaan we naar Sittard. Het schijnt hartstikke leuk te zijn, nog nooit geweest. Dus ik ga jullie weer verwennen met een enorm leuk overzichtje natuurlijk. Zoals jullie inmiddels wel gewend zijn. Niet alleen van mij, maar ook in deze vlog, jawel. En we gaan er heerlijk van genieten. Men had gezegd, het wordt hartstikke lekker weer deze krokusvakantie. Nou, ik merk het. Het is een en al regen. En Beb is even lekker aan de poepaars. Jawel, maar wat kan ons dus schelen? Helemaal niks. Nee, ik ruim het gewoon op. Nou, zoals ik al zei, het regent. Nou, vandaag dan niet, maar goed. Ziet u de zon? Ik niet. Ik zie wel heel mooi Limburgs landschap. En dat is ook wat waard. Nou, we zijn reeds in Sittard. Met de battery. En we hebben bij het VVV-kantoor. Hartstikke leuk. Een stadswandeling gekocht voor €2,95. Nou, geen geld zou ik zeggen. Hartstikke mooi. Jawel. Nou, goed. Ik zou zeggen, hier komt een overzicht. Geniet ervan en tot later. Was het dan weer het overzicht van Sittard? Oh, de bakker is dicht. We wilden nog een fly halen, maar de bakker is dicht. Helaas, dan gaan we op zoek naar een andere bakkerij. Jawel, en dan is ons bezoekje aan Sittard zit het er al op. Jeetje, meneer, was wel leuk. Zeg maar dag tegen de mensen. Doei mensen. Nee, de mensen van Sittard. Dag mensen van Sittard, tot ziens. Denk ik wel. We zijn in Zwalmen, in de Max Verstappen Store voor de verandering. Jawel, hartstikke leuk. Voor Dennisje dan. En ik loop hier gewoon een beetje rond. Daar komt het. Zo ongeveer
neer. Is het leuk? Ja, zeker. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, en wat hebben we allemaal gekocht in de Max Verstappenwinkel? Niets. Helemaal niets? Nee, we hadden net zo goed niet kunnen gaan. Maar goed, we hebben een leuk uitstapje gemaakt. En dat is altijd gezellig. Zeker. Zeker. Onze Babster, die is knock-out. En ik vraag het u, wat was uw hoogtepunt van deze afgelopen paar dagen? Mijn hoogtepunt was Sittard. Nou, de mijne ook hoor. Zeker wel. Maar nu, op naar huis. Nou, we hebben er nog eens over nagedacht en we hebben eigenlijk een ander hoogtepunt. Zeker, dat was het ontmoeten van Ronald en Sandra in Maastricht. Ja, en dat wisten wij helemaal niet dat zij naar Maastricht gingen. Nee. En dat zij wisten helemaal niet dat wij in de Ulestraten zaten. En dat we op hetzelfde moment op het Vrijthof zouden gaan zitten. Nee, dat wist helemaal niemand. Helemaal niet. Nee, en toch is het zo geworden. En hebben we heerlijk gegeten in Valkenburg. En dat was het hoogtepunt. En daarnaast zit het uit. Ja, inderdaad. Dag Lietje. Hallo, ja, we zijn weer thuis. Ben je blij? Ja, ben je blij van zelf meegewild naar Zuid-Limburg? Ja, nee? Nee hoor. Nee, ze had helemaal niet meegewild naar Zuid-Limburg. Nee, je hoort het. Nee. Was een heerlijk soepje. Heb jij dat gemaakt? Nou, zeg een Lietje. Vindt het ook fantastisch. Eens kijken. Beppie jou. Nou, die ligt alweer op de bankje. Nou, nu dat het eten op het fornuisje staat te prusselen. En Beb haar plekje op het bankje weer heeft gevonden. En Lietje ook weer helemaal blij is dat ze niet mee hoeft naar Zuid-Limburg. Maar wel weer terug is bij Den Bompie op zijn schoudertje. Denk ik dat het de hoogste tijd is om deze vlog een beetje leuk en schappelijk af te sluiten. En hoe doen wij dat? Dikke doei! Een dikke doei! Nou, daar komt je hoor. Hou je stevig vast. Een dikke... doei! Zwaai even naar de mensen. Daag! Zeg sexy beast, dat was hem dan alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.